Ja, ik wou net zeggen, connectie met anderen is natuurlijk heel belangrijk. Maar je moet ook uh, de connectie met jezelf, met je, met, met je binnenkant ja. uh, bewaren. Wat, hoe belangrijk is dat? Laten we daar eens mee beginnen. De connectie met jezelf is het allerbelangrijkste in het leven. Het is zelfs zo dat mensen die geconnect zijn in de eerste 28 jaar van hun leven, dat is een hele belangrijke, dus die eerste 28 jaar, je hebt een goede connectie met jezelf. Dus je krijgt dat mee vanuit de opvoeding, vanuit school. Dat je Nauwelijks kans hebt op een depressie of mentale ziektes. Dus je verkleint. En dat, is ja. dat is onderzoek. Dat is onderzoek, ja. dus wetenschappelijk onderzoek, dat is bewezen. Wauw, moeten we dan niet iedereen die onder de 28 is, nu even een snel cursus connectie geven? Want als je weet hoe je die verbinding herstelt met jezelf, en wat is het dan? Dan betekent het dat je kunt voelen: wat heb ik nodig? Waar sta ik voor? Wat wil ik echt in het leven? In plaats van. Ik leef het leven waarvan mijn ouders vinden dat het zo moet. Of de leerkracht, of de school, of mijn vrienden. Vaak leven we het leven van een ander. Niet echt van onszelf. Maar het klinkt heel erg als een, als een cliché als ik het zeg. Maar het begint ermee dat je moet accepteren dat je goed bent zoals je bent. En, ja. Maar ja, dat is moeilijk. Vooral in die leeftijd waarin je jezelf aan het ontwikkelen bent. Ja. Ja, het start bij ik ben goed zoals ik ben. Aan de andere kant zeg ik, ben vooral niet jezelf. En dat klinkt heel tegenstrijdig... Want wanneer je dus zeker in de puberteit, maar ook op mijn leeftijd, de dertigers, de veertigers, we hebben onszelf iets aangemeten waarvan we vinden dat zijn wij. Mm -hmm. Maar ben jij het echt of is het informatie die in je systeem zit waardoor je denkt dat je dit bent? En waardoor je niet verder komt. Juist, want blijkbaar als je dus ontevreden bent of je vindt het leven even niet leuk, ja. is er iets in jouw systeem dat jou hier naartoe heeft gebracht. En dan moet je dat vooral niet blijven voeden. En als we dan zeggen: blijf gewoon jezelf. Zeg nee, je moet jezelf veranderen. Maar vaak is, is, kijk, blijf gewoon jezelf. Natuurlijk, je moet wel jezelf zijn in de zin dat je, dat je doet wat je fijn vindt, ja. en dat, wat, wat bij je past. Alleen het moet je niet, niet een excuus zijn, niet een smoesje zijn om nee. niet te willen veranderen. Want dat zie je natuurlijk heel vaak. Ja, dat is het inderdaad. Hoe voorkom je dat mensen door ervaringen die ze hebben gehad zeg maar zich laten belemmeren voor de toekomst? Um... Dat een ervaring uit het verleden hoeft niet je toekomst te zijn. Sterker nog, het is niet je toekomst. Jij maakt het je toekomst. He, dus als wij gaan leven naar de ervaringen die we ooit hebben gehad in die slechte relatie. Ja, dan worden we uh, slachtoffers. Dan worden we slachtoffer. Ja. En de eerstvolgende relatie die je hebt, ja, dan trek je ook een slechte relatie aan. Ja. Want dat is wat jouw resultaat is. Je hebt een nieuwe ervaring nodig. En dat creëer jezelf door niet te geloven wat, wat er in het verleden is gebeurd. Want dat wat tien jaar geleden is gebeurd, is niet nu. Vandaag is een andere dag. En ja, je zei het zelf uh, over je eigen situatie al. Uh, je kunt een slechte ervaring uit het verleden ook dankbaar gebruiken om vooruit te gaan in de toekomst. Ja, wat haal je eruit? Precies. Waar zitten jouw lessen in het leven? Ja. Ik geloof, iedere dag heeft voor jou een les. Zie je die les? Sta je ervoor open? Sta je stil om te kijken wat kan ik nou leren uit deze dag? Of raus je door dat leven en sta je dus niet meer open voor de learnings die je uit het leven kan halen? Ja. Iedereen is hier om te leren. En daar spelen onze hersenen wel een gemeen spelletje vaak met ons. Want ja, die gaan het gevaar niet zoeken. Die willen nee. dat liever vermijden. Dus dat betekent dat je heel vaak ook je laat beperken door wat je hebt meegemaakt in het verleden. Ja, Hoe draai je dat op? Ja, 100%. Hè? We laten ons vaak beperken, beïnvloeden, lam leggen. Ja, maar het leven is nu eenmaal zoals het is en ik heb dat allemaal meegemaakt. Maar wanneer je weet dat dus. Die informatie, alleen maar energie is. Wat in je lichaam zit energie is informatie. Dat is opgeslagen in de cel. En het is eigenlijk gewoon een fysiologisch proces waar jij invloed op hebt. Dan wordt het in een keer super interessant. En dan kun je gaan lachen dat je denkt: maar ja. brein, dit vertel je mij nu. Thanks, interesting dat je me dit laat zien. Dit heb ik 30 jaar lang zo gedaan, maar dat gaan we nu niet meer doen. En dan denkt dat brein: huh? wat gaan we anders doen? En dan zeg je: in plaats van naar links gaan we nu naar rechts. En dan denkt dat brein: nee, maar dat is, dat is eng. Het is oké, okay, kom. Alsof je gewoon je kind meeneemt. Want dat is ja. het. Het is hoe jij je kind opvoedt. Kun je ook je brein opvoeden. Hoe doe je dat? Doe je dat in liefde en tederheid. Dat je je kind uitlegt. Joh. Eigenlijk is dit niet helemaal de manier waarop we het zouden willen mm -hmm. doen. Dat is een betere manier. Zullen we het eens gaan uitproberen? En dan zie je dat dat brein, brein super bereid is om voor jou te gaan veranderen. En dan wil het echt die weg inslaan. Want dan krijgt het ook genoegdoening, voldoening. Euh, euh, betere hormonen. Het gaat zich lekkerder in zijn vel. En dan kom je op een punt dat je kunt zeggen. Wauw, volgens mij ben ik altijd gelukkig. Dat betekent niet altijd dat ik de Polonaise in het leven loop en dat het één groot feest is. Maar ik ben wendbaar en weerbaar, want ik heb grip op dat brein. Maar wat voor handvatten geef jij voor die ommekeer? Nou goed, dat zou natuurlijk heel fijn zijn als we dat binnen vijf minuten zo kunnen fixen bij mensen. Um, maar dat start echt wel bij kennis. Hoe werkt je ja. brein? Hoe werkt dat archiefsysteem? Waarom is dat wat opgeslagen is? Toen misschien de waarheid, maar nu, 30 jaar later, niet meer de waarheid. Wat maakt het dat die programmering die je hebt meegekregen toen je vijf jaar oud was, nu ben je 48, dat die jou nu nog steeds in de weg zit? En als je die inzichten krijgt, ja, dan kan het life changing worden. Ik had iemand in een van mijn trainingen, een hele goede advocaat, echt een topbedrijf, meerdere advocaten in dienst. En ze zegt altijd Als ik dan in de rechtszaal sta, dan ben ik, voel ik me zo klein. Ze zegt, terwijl ik 99% win, ik ben fantastisch in mijn vak, maar ik voel me zo onzeker. Waar kwam dit vandaan? Zij was een snelle leerling. Zij las al heel vroeg boekjes, dus zij was altijd trots. Zij liep op een gegeven moment met haar boekje, wat ze uit had gelezen, naar de juffrouw, helemaal trots. En de juffrouw zei: haal die grijns maar van je gezicht. Je hoeft niet zo trots te zijn dat je dit boekje uit hebt. En daar heb je hem al. Ja. Vijf jaar oud. En haar brein is dat gaan opslaan als waarheid. Ik mag niet trots zijn als ik een overwinning heb gemaakt. Ik mag niet trots zijn als ik iets goeds heb gedaan. Als ik gepresteerd heb of als ik groei. En zij heeft zichzelf heel erg klein gehouden. En dat beïnvloed je tot op de dag van vandaag. Ja, en dat zal niet alleen bij haar het geval zijn. Er zijn allerlei manieren waarop kinderen in een minder ideale gezinssituatie... allerlei dingen krijgen voorgespiegeld. Of allerlei dingen gaat bij ze leven... Ja. Die ze aannemen en die ze beperken tot in het latere leven. Ja, wij hebben allemaal trauma's. Ieder mens heeft dat. Jij hebt dat, ik heb ja. dat. En dat is oké, okay, daar zijn we ook mensen voor. Dat is super gezond. Zou niet goed zijn als we ze zeggen we hebben geen trauma. Want een trauma klinkt vaak heel heftig. En je hebt wel een onderscheid. Je hebt kleine trauma's met een kleine T, grote trauma's met een grote T. Bijvoorbeeld de kleine trauma's. Jij wordt niet uitgenodigd als kind op dat verjaardagsfeestje. En je had eigenlijk wel bedacht dat je daar naartoe zou kunnen dan voel je je buiten de groep geplaatst. Je wordt niet gezien. Uh, ja, uh, je voelt uh, eigenlijk dat je er niet bij hoort. Je hebt het idee dat je je moet gaan aanpassen... om wel volgende keer op dat feestje te mogen komen. En daar start al een strategie van dat brein van... ik moet mijn best doen, want anders word ik niet gezien. Dat zit dus in die uitnodiging van de kleuterklas ja. van het kinderfeestje. En zo ver gaat dat door. De grotere trauma's, denk aan mishandeling, verkrachting... Een, een dierbaar iemand die overlijdt... of ernstige ziekte voor jezelf of voor een ander... ...dat zet zich ook vast in het lichaam, maar ook in het brein. En dat lichaam dat stuurt informatie, middels onder andere de nervus vagus... ...maar ook de bloedbaan, hormonen, de darmen, het hart, naar dat brein... ...en die zet jou continu in dat standje overleven. Dus ben jij op je vierde onderbewust gaan geloven dat jij het niet waard bent... ...bij alles wat je doet in het leven zal dat stemmetje komen, jij bent het niet waard. Hoe kom je daar dan vanaf? Ja, dat is echt gaan werken met zowel het lichaam als met het brein. Dus het is niet zo dat we alleen het brein moeten gaan herprogrammeren, maar je lichaam moet dat ook gaan vo voelen en gaan accepteren dat het anders mm -hmm. is. Het mooie is wanneer we gaan werken met het veranderen van de neurale netwerken in het brein, dat we zien dat het lichaam er langzaam achteraan hobbelt. Dus we hebben eerst de mentale processen nodig die we veranderen. En dat start echt bij: is dit de waarheid? Waar komt het vandaan? Als je dan intelligent die inzichten krijgt, dan zeg je wauw. Dit heb ik van mijn oma meegekregen, maar mijn oma wist het ook niet beter. Ja, dus het zit soms ook in lijnen nog ver voor onze eigen generatie. Wat interessant. Ik doe dus iets wat niet eens in mijn leven is gebeurd, maar het belemmert me wel. Iedere dag. Oh, maar wacht heel even. Dan kom je op het punt dat je de inzichten krijgt dat het anders kan. En dan ga je werken op die processen. En dat heeft wel echt heel veel stappen nodig. Dat behandelen we dan ook allemaal met je. Die stappen die doorlopen we. En wanneer je een andere ervaring krijgt dan in één keer gebeurt er biochemisch iets ook in het lichaam. En een nieuwe ervaring laat zien en voelen, vooral voelen, het kan ook anders. Ja. Want dan in één keer zit jij in die vergadering en zeg jij iets... en iedereen die zit naar je te luisteren, en denk je... wauw, ik word gezien, ik word gehoord. En dan voel je een tintel in je lichaam en dan is dat jouw nieuwe ervaring... en dan wordt dat jouw nieuwe toekomst. En daarmee herschrijf je dus het lichaam, maar ook de geest, het brein. En het brein is in staat om behoorlijk aan te passen en te veranderen. Ook later nog. Hè? Dat, is, dat weten we soms niet. Soms denk ik, nou, zo zit ik nou helemaal in elkaar. En ja, maar dat is makkelijk. Dat gaat hè? nooit veranderen. Hè? Dat is makkelijk. Ja. Want het brein heeft heel veel excuses om iets niet te hoeven doen. Ja, nee, ik ben te oud. Maar als de kinderen straks uh, uit huis zijn. Als ik een andere baan heb. Als mijn man ja. zich nou eens eindelijk aanpast. Of als mijn vrouw nu eindelijk eens een keer gezellig doet. Dan wordt het leven leuk. Allemaal excuses, maar ook van ja, nee, ik ben te oud. Zo onwijs leuk. Ik heb dus gewoon ook iemand. In de zaal gehad van 87 jaar, een dame van 87, die zei: Charlotte, nu pas ga ik de <laughs> dingen zien waardoor ik altijd heb gedaan wat ik doe, maar ik wil dit helemaal veranderen. Die heeft inmiddels een training gedaan. Hoe gaaf is dat? Ja, dat is Je prachtig. bent dus nooit te oud om te leren, want het brein ja. is neuroplastisch. We kunnen dat veranderen. Ja. Terwijl het, 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 het brein dus vaak zegt van nee, dat gaat nooit lukken. He, ook tegen... Ja, dat ja. brein is ja. Gewoon, uh, houdt zichzelf heel ja. erg voor de geest. Hoe, hoe denk jij over slachtofferschap? Dat is een beetje een stokpaardje van mij, want ik heb er een bloedhekel aan eerlijk gezegd. Maar ja, soms kan je het mensen niet verwijten. Want het brein is wel heel sterk in de, bij, bij, bij sommige mensen om ze hè, in die slachtofferrol te houden. Ja, ja zeker. Het kan een hele sterke programmering zijn. Sterker nog, je kunt het ook helemaal worden als je daarin gelooft. Um, ik vind het mooi om, om te zien dat de grootste slachtoffers ook kunnen kantelen. En dat is dan weer onze ja, uitdaging: dat ja. ik ja. denk, wauw, wat gaaf! Er valt ja. nog zoveel eer bij jou te behalen. En als we met jou die verandering kunnen doorstaan, dan kunnen we het met iedereen. Dus dat is meer het breintechnische. Maar ik wil wel iedereen meegeven: jij hebt eigenaarschap. Ja. Jij bent volledig verantwoordelijk voor wat je voelt, hoe je ervaart. Niet voor de dingen die, tegen, uh, die je tegenkomt in je leven, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Maar wel hoe je ermee omgaat. En daar, ja, laten we stoppen met dat spelen, Want het is helemaal niet nodig. Het helpt je ook niet. Het is dus destructief. Dat ja. is het. Het ja. maakt jezelf alleen maar verder stuk en, en ziek en zielig. Ja. Maar sommige mensen zijn hier in het leven om alleen die les te leren. En hebben misschien nog meerdere levens nodig om daar te komen. Ja, ja. Het ja. ja. is goed dat je daarover, uh, op, uh, daar, daarop overstapt. Uh, jouw methodes. Hoe verhouden wetenschap en. Zeg maar spiritualiteit zit met elkaar. Ja, mooi. Heel lang werd spiritualiteit een beetje in het verdomhoekje gestopt. Van nou, spiritualiteit is zweverig. En mensen die daarmee werken, die uh, zitten de hele dag op hun kleed te mediteren. En uh, doen verder niks. Maar inmiddels is spiritualiteit bewezen door de wetenschap dat dit wellicht wel een van de meest effectiefste methodes is om je brein gezond en fit te houden. In ieder geval empirisch, zeg maar. Het blijkt, het blijkt dat bepaalde dingen werken. Ja, nou, het blijkt dat bepaalde dingen werken. Maar inmiddels, Lisa Miller, zij is, echt, uh, nu, zij is neurowetenschapper. Mm -hmm. De eerste vrouwelijke neurowetenschapper die twintig jaar geleden is begonnen met haar grootste onderzoek naar spiritualiteit in het brein. En inmiddels na twintig jaar kun je nagaan hoe lang onderzoeken nodig hebben om bewezen te worden. Is het bewezen dat spiritualiteit heel veel effect heeft op het brein? En zij schrijft ook in haar onderzoeken: het heeft meer effect dan welke antidepressiva dan ook. En wat versta je dan precies onder spiritualiteit? Als ik spiritualiteit op mezelf betrek, is het met beide beentjes op de grond. Een connectie van het brein naar het lichaam. Je hart wat geopend is. Kunnen voelen. Kunnen gaan inzien. Bewustwording. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Of ga ik als een dolle door dat leven? Het is dus gewoon connectie met jezelf. Maar dat is wat anders dan sommige mensen die gaan veel verder met spiritualiteit. Die zeggen dat is... Tuurlijk, je kunt spiritueel zijn met kaarsjes en uh, met wierook. En, uh, en, en met en, contact uh, met overledenen enzovoort. Dat kan ook. Dat is ook een vorm van spiritualiteit. Maar spiritualiteit in kern is gewoon de basis die we allemaal hebben als mens. Je wordt spiritueel geboren. Uh, dat is ook wel je onderbewustzijn. Bij kinderen, die zijn heel puur. Heel... Vergankelijk en die staan open. Wij sluiten ons op een gegeven moment. Wij maken een soort muurtje om ons heen. En we vinden dat dat dan de waarheid is. Spiritualiteit laat je juist ook inzien dat je breder kunt kijken. En dat er meer inzichten en misschien wel meer waarheden zijn. Dat is spiritualiteit. Ja. En, wat en hoe belangrijk is het voor de gezondheid van je lichaam, van je brein. Dat je dingen als meditatie euh, doet, euh, hè, yoga. Het is een beetje vanzelfsprekend want iedereen weet, langzamerhand wel al wat goede effecten dat heeft. Maar je vindt het ja. heel belangrijk. Hè? Ja, ik vind het heel erg belangrijk, want vooral als we kijken ook weer, en dat zijn al weer de onderzoeken. Dat vind ik altijd toch wel leuk om ook aan te halen, dat de onderzoeken die Lisa Miller dus heeft gedaan laten zien dat kinderen die spiritueel zijn opgevoed, en dat kan een meditatie zijn, maar dat kan bijvoorbeeld mm -hmm. ook een ademhalingsoefening zijn, ja. of gewoon eens een keer tien minuten in de natuur gewoon gaan kijken van wat zie ik nu eigenlijk, dus ook al spiritualiteit dat zij veel minder kansen hebben om een depressie te ontwikkelen... of uh, in latere stadia zelfs dus andere breingerelateerde ziektebeelden. En dan denk ik, we hebben dus zoveel effect om gewoon terug te gaan... naar wie zijn we als mens. Als we kijken naar onze voorouders, al die oeroude volkeren... het worden er steeds minder, maar er zijn nog wel echt oeroude stammen... die zijn spiritueel, maar daar is dus... Daar bestaat dementie niet, burn-out bestaat daar niet, uh, obesitas bestaat daar niet, diabetes bestaat daar niet. Dan denk ik omdat ze geconnect zijn met die kern. En ik denk dat wij als mensen wat meer terug mogen naar de herinnering die in ja. ons systeem zit, die miljoenen jaren oud is. Want in die end hebben we overgrootouders gehad die geleefd hebben in die natuur en we weten het, het zit in ons. Eigenlijk hebben we daar geen boekjes of wetenschappen voor nodig. Het is weer voelen. Wat heb ik nou echt nodig? Ja. Nog even terug naar dat overprikkelde brein. Want eh, ik vind het een hele trieste eh, gewaarwording dat zoveel jongeren nu blijkbaar lijden aan burn-out en depressie. Ja. Ja. Hoe, hoe erg zie jij dat? Hoe, hoe, hoe groot is het gevaar voor de maatschappij, voor die jongeren zelf? Heel groot. Ik denk als wij spreken van het grootste gevaar voor de volksgezondheid, zijn het de mentale ziektebeelden die gaan komen en die nu al ontwikkeld worden. Um, een burn-out is er niet van de een op de andere dag. Dat is niet zo, ik word morgenochtend wakker en ik heb in één keer een burn-out. Dat is iets van jarenlang roofbouw op je brein, op je lichaam... niet geconnect zijn met jezelf. Eigenlijk geen grip hebben op wat doe ik nu eigenlijk in het leven. En dat zie ik massaal misgaan bij de jonge generaties. Maar dat zijn wel de generaties die uiteindelijk ja, ons opvolgen in, in de economie, in de wereld gaat niet goed. Hm. Dat gaat absoluut niet goed. We staan voor een uitdaging en zelfs de WHO waarschuwt daar ook voor. Hè. In 2030 zal de grootste uh, ontwikkeling in ziektebeelden zal mentaal zijn. In 2040 zie je dus gewoon dat 80% van alle ziektekosten die we hebben mentaal gerelateerd is. Ja, kan je dat nagaan. Altijd dat er wat aan gebeurt. We dus. zijn inmiddels nou, in 2023, ja. dus dat is snel. En je kan niet alleen de schermen de schuld geven. Het is, het, is, het is veel meer wat er gebeurt in de maatschappij, natuurlijk. Ja, veel meer. De druk is hoog. Um, we moeten maar geluk nastreven, perfectie nastreven. Het moet allemaal maar het perfecte plaatje zijn. Dat laten we ons ook maar aanmeten, hè? want dat is de andere kant. Jij bepaalt uiteindelijk zelf, al voelt het soms niet, wat je tot je neemt of niet. Ga je al het nieuws luisteren? Ga je al het nieuws lezen? Blijf je op de hoogte van ja, de dingen die wat minder zijn in de wereld? Ja, daar word je niet blij van. Maar de wereld is ook fantastisch mooi. Maar kun je het nog zien? Kun je jezelf nog openen voor al het moois in de wereld? Dus zouden, we, zouden we daar veel meer zeg maar, aandacht aan moeten besteden... in de opvoeding, in het onderwijs? Ja, absoluut. Als we dit de kinderen al meegeven van jongs af aan... en ook dat het niet normaal is dat je op je achtste een mobiele telefoon hebt... dan ja. zal het een stuk makkelijker zijn. Als er een soort van wet- en regelgeving zou komen... en ik zeg nou niet dat de overheid moet bepalen... want dan krijg je China-taferelen. Dat is iets anders, maar... Een stukje voorlichting mag wel gebeuren. En ik vind dat de overheid daarin echt wel steken laat vallen. Inmiddels heeft het heel lang geduurd. Uh, nou misschien wel honderd jaar voordat de sigaretten en de alcohol eens een keer werden aangepakt. Ja. Hoe lang laten we dit uh, los voordat we de jongere generaties gaan beschermen tegen ja, het gevaar van de maatschappij? Maar ja, er zit een veel groter model achter. Hè? Er wordt veel geld mee verdiend. Ik vraag me wel eens af hoe de maatschappij er dan over dertig jaar uit zal zien. Hè? Ik ook. Ik denk ik bedoel, dat ze ik... schrikken. Ja, ik denk het ook. Want je hebt dan. Uh, je ziet nu al dat jongeren vaak niet meer geleerd hebben om gewoon spontaan met elkaar interactie te hebben. Hè? Nee. Omdat, en connectie met elkaar, dat gaat allemaal indirect. Ja. Jongeren die afspreken met elkaar en tijdens het uh, bezoekje dan alleen maar op hun telefoon zitten. Ja. Hoe, hoe, wat betekent dat voor de manier waarop we met elkaar omgaan over 30 jaar? Het is ik denk een zorgelijk we, beeld, denk ik. Een zorgelijk beeld. En ik denk dat we. Dat we ja, poeh, dat, dat we gaan schrikken wat voor een effect dit gaat hebben op die jongeren, die nu dus de jongeren zijn, wat er gaat gebeuren met die breinen. Ja. Want we hebben geen connectie meer met elkaar. En connectie is, dat heb je nodig om überhaupt gelukkig en gezond te kunnen zijn. Dus heb jij geen connectie, en dat heb je niet middels een beeldscherm, want dan zeg je, ja, maar ik heb heel veel vrienden online. Ja. Nee, maar dat is, dat is geen toch? echte wereld. Ja. Dus ook al chat je wel echt met iemand en is dat je maat waarmee je ook naar de voetbal fietst. Dat brein snapt er helemaal geen bal van. Die wil iemand zien, die wil je de energie voelen, die wil ja. een twinkeling in de ogen, want dan maken we een connectie. Dan gebeurt er iets in ons hart, dan gebeurt er iets in die cellen, maar niet middels dat beeldscherm. Dus het brein is nog niet zo geëvalueerd, geüpdate zeg ik ook wel eens, dat het hetzelfde kan aanmaken met het fysieke echte contact. Mm -hmm. En daar gaan, we, daar gaan we de mis mee in. We, we raken dat kwijt. Dus ik, ik hoop ook echt wel dat. En misschien is het nodig dat heel veel mensen elkaar crashen voordat ze het gaan inzien en iets anders gaan doen. Dat is weer de andere kant. Um, ja, maar, maar het dat, is schijnend. Ja, en iedereen, het gaat, het gaat door generaties heen, die, die verslaving aan de schermen en aan de social media. Ja, ja, want het gevaar is wanneer een, een vader en moeder verslaafd zijn aan social media of aan de mobiele telefoon, dit in de genen dus al iets verandert, waardoor het kindje wat later gaat komen al eigenlijk geboren wordt met dus. Aandacht voor die mobiele telefoon. En dat is ook niet raar, want dat kind wordt geboren en het eerste wat hij ziet is een mobiele telefoon. Niet zijn moeder. Nee, er worden meteen foto's gemaakt, want dat kind is er. Dus dat, die baby die denkt, nou, dat wat ik hier nu boven me zie, dat moet wel zo ongelooflijk bijzonder zijn voor mijn leven. Dat moet ik onthouden, want anders overleef ik niet. Ja, en wat we dan nu zien is dat de golf aan kinderen die worden geboren, dat zo'n 40% van de pasgeboren baby's al overprikkeld is. Is dat zo, ja? 40 procent. 30 jaar geleden was dat maar 10 procent. Dus kinderen worden al overprikkeld geboren. En dan is het niet raar dat kinderen vanaf 10, 12 al in een burn-out terechtkomen. Maar dat resulteert er op lange termijn in. Mensen die een burn-out hebben gehad en niet goed herstellen. Belangrijk. Het herstel is belangrijk op de juiste manier. Dat die mensen veel sneller dementie zullen gaan krijgen. En daarom groeit die groep dus ook. Dus die verbanden die worden ook weer gelegd.